Nog deze zomer opent Railbike Limburg een 6 kilometer lang spoorfietstraject op de oude spoorlijn 20. Na het succes in As zijn we op zoek gegaan naar een tweede traject. En dat hebben we gevonden, in Münster-Bilze. Een nog mooier traject. Van Railbikeman van Münster-Bilze tot de langste spoorwegbrug van België over het kanaal in Brieghe. Voordat de spoorfietsen kunnen rollen, zal eerst nog 1000 ton aan bomen en struiken moeten verwijderd worden op de verwoekerde ijzeren weg. Vanaf 1 augustus willen we starten met de exploitatie. Vanaf 1 juli gaat een grote aannemer meer dan 1000 kuub bomen voor ons snoeien. Het startpunt vindt plaats in Münster-Bilze, aan de Münster-Bilzenstraat, ter hoogte van Café Het Bloemenhof. In totaal gaan vanaf 1 augustus 15 spoorfietsen rijden op deze nieuwe toeristische attractie.